De gemeente wil dat overblijfstichting Meridiano in basisschool De Meridiaan per 1 november geen kinderen meer opvangt. De stichting voldoet niet aan de eisen van een buitenschoolse opvang. Wij zijn eigenlijk van mening dat wij een wachtlokaal functie hebben. Dat betekent dat ouders 's ochtends hun kinderen brengen bij ons. Gewoon eventjes, laagdrempelig, tegen een kleine vergoeding die gewoon bedoeld is voor de boodschappen en het betalen van onze vrijwilligers. 'S Middags mogen ze ook nog eventjes blijven, van 3:15 tot uiterlijk 5:30. Dan moeten alle kinderen weer opgehaald zijn. En het gaat eigenlijk altijd maar om een beperkt aantal kinderen. En wij snappen dan ook niet waarom wij moeten voldoen aan de wet kinderopvang. Andere kinderopvangorganisaties vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. De overblijfprijzen zijn goedkoop en de vrijwilligers zijn moeder met veel minder papieren. Het zit Vanessa erg dwars. Onze kinderen die gaan hier met heel veel plezier naartoe. En ik zou het echt heel vreselijk vinden als die ineens naar een andere organisatie moeten. Het is gewoon heel erg fijn dat ik nu flexibel kan zijn naar mijn werkgever toe. Want als ik wat eerder moet beginnen of even wat later kan zijn, dan kan het allemaal. En ik bel naar de school en ze mogen even blijven. En ik ben zo bang dat ik dat dadelijk kwijtraak. Het lijkt me gewoon heel vervelend, want ik ben echt bang dat ik mijn flexibiliteit kwijtraak. Ik moet dadelijk verplicht tot 6:00 een contract afnemen. Ja, en dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon om 4:00 wel eens thuis zijn, of om 5:00 of om 5:30. Meridiano vindt niet dat de gemeente de opvang zomaar kan sluiten. Wij verwachten van de gemeente gewoon een eerlijke procedure waarin wij gewoon de punten van de gemeente kunnen weerleggen. Meridiano gaat daarom per 1 november gewoon door.